Inspirium is een soort paraplu. Een ruimte van 7000 vierkante meter waar partners met elkaar, waaronder Satelliet. Satelliet is wel de initiatiefnemer, maar waaronder Satelliet gezamenlijk met elkaar een beleving willen geven aan de klant. Ik zeg het wel eens, de binnenschil van Hospitality Ruimte is dat wat we hier graag mee willen geven. En dat heeft te maken met de stoel, maar alles wat ik op de vloer doe, op de wand, de groendecoratie, de verlichting, het goede kopje koffie, audiovisueel, de gedekte tafel en kunst. Dat zijn de partners die met elkaar een soort synergie hebben en een totaalbeleving willen geven op het hospitality niveau. Dat is geen plaatje, dat is geen catalogus, dat is geen filmpje. Dat zijn echte producten die je bij elkaar kan zetten in een setting, waardoor je dat gaat krijgen wat je precies bedoelt. En dan kom je ook tot het beste resultaat. Als je kijkt naar heel veel situaties die wij in Nederland hebben, is dat we altijd het eigen belang voorop stellen. Dus de ondernemers hier die zullen best nog wel aan de ene kant soms eens denken, ja, maar dat is mijn klant of mijn klant. Maar als ze dat kunnen overwinnen, heb je een prachtig mooi centra. Kijk, als je deze ruimte ziet, dan gaat het om drie dingen waar ik zelf heel erg in geloof. Het gaat om samenwerken. Het gaat om gemeenschappelijk belang en het gaat om inspireren. Nou, dat zit hier allemaal tezamen. De aanleiding was het pand waar we nu zitten, hebben wij in 1987 verworven. Waar we nu staan stond toen een vierkante doos, 3000 vierkante meter industriële ruimte die wij gebruikten als magazijn. Satelliet heeft een goede groei doorgemaakt en heeft zijn magazijn moeten vergroten. Dat kon niet meer op deze locatie. We hebben ons magazijn verhuisd naar een andere locatie, 10.000 vierkante meter. Stond hier een hal leeg van 3.000 vierkante meter. En wij kregen steeds meer de vraag uit de markt, naast de stoel, wat is er nog meer? Wat kan je me nog meer bieden? Dan is de verleiding groot, zoals heel veel projectinrichters waarschijnlijk doen, om zelf ook servies te gaan leveren, zelf lampjes te gaan leveren. Maar dan kom je nooit in een specialisme terecht. Wij zijn dus bij onze ziel gebleven, het meubilair. En hebben partners om ons heen gezocht en gezegd, kunnen we het niet samen gaan doen? Dan moet je het pand wel opknappen. De gemeente heeft ons benaderd en gezegd, god, je bent een groot project aan het ontwikkelen. Zou je ook iets met woningen willen doen? Nou, je begrijpt al, dat heeft het mogelijk gemaakt om het project wat beter te gaan financieren. En we hebben samen met deze Hospitality Mall nog 64 wooneenheden met een projectontwikkelaar kunnen realiseren. En dat is uiteindelijk het Inspirium geworden waar de gemeente Breda en de partners en Satelliet gezamenlijk tot een geweldig resultaat gekomen zijn.